allemaal, bijna iedereen gebruikt WhatsApp. Vrienden, ouders, zelfs opa's en oma's. Maar niet iedereen weet hoe hij zich moet gedragen op WhatsApp. En daarom is het vandaag hoog tijd voor de 10 geboden van WhatsApp. Dus als jij ook mensen hebt waaraan je je verschrikkelijk irriteert op WhatsApp, doe dan even een duimpje omhoog. Dan gaan we na de intro beginnen. Het is Thursday, Thursday, elke dag is Thursday. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op Thursday. Yo, WhatsApp. Sommige mensen knippen hun zinnen in heel veel korte berichten. En dat is mega irritant, want daardoor trilt mijn telefoon gewoon heel de dag door. Serieus, als je mijn bovenbeen wil masseren, zijn er echt veel betere technieken voor, hoor. Accepteer dat het soms eventjes kan duren voordat iemand reageert. We zijn niet allemaal slaaf van onze telefoon. Maar aan de andere kant is het ook weer super irritant als iemand wel online is en niet reageert. Oh, het leven is zo ingewikkeld. En dan heb je ook nog van die mensen waarbij echt een uur aan het typen in beeld staat. En je denkt, wow, hier gaat echt iets komen. Wow, en de spanning bouwt op. En het duurt maar en het duurt maar. En oh, stop weer met typen. En weer aan het typen. En stop en dan weer aan het... En dan komt er uiteindelijk ok. Like, leer typen. En dan heb je ook nog van die mensen die een hele rare WhatsApp naam instellen. Zoals breaking news of je moeder. En als je dan een WhatsApp berichtje krijgt, dan zie je op je lockscreen je moeder of breaking news staan. Echt zo grappig. Nee. Er bloeien via WhatsApp zoveel liefdes op. En dat is allemaal prima en mooi en fijn. Maar beloof me één ding. Maak het nooit uit via WhatsApp. Ik bedoel, doe dat op zijn minst via Snapchat. En dan heb je nog de welbekende doorstuurberichten met... Als je dit niet minstens naar 50 mensen doorstuurt, zal de wereld vergaan. Yo, schat, als jij dit nog één keer naar mij doorstuurt, zal onze vriendschap vergaan. Of van die groepsgesprekken waar echt 20 mensen in zitten, maar waar eigenlijk maar 2 mensen de hele tijd de meest WhatsAppige verhalen met elkaar delen. En dan like, get a room for f***'s sake. Of dat moment dat WhatsApp er weer eens uit ligt en iedereen begint te stressen op Facebook, Twitter en Snapchat. Ja, je zal dan eventjes moeten communiceren met mensen in het echt. En ja, nou ja, eigenlijk kan ik dat ook niet, want ik praat eigenlijk alleen maar tegen deze camera. En dan heb je ook nog die WhatsApp-statussen die niemand bijwerkt. Ik bedoel, even kijken hoor. Ik heb hier een vriend van mij die staat in de bioscoop al 378 dagen. En hallo, Frozen draait al lang niet meer, dus er is echt geen reden om zo lang in die bioscoop te zijn. Ik kom wel eens op verjaardagen en dan zit iedereen meer op zijn telefoon te WhatsAppen dan met elkaar te praten. Ik ben ook echt van plan om op 2 september mijn verjaardag maar op WhatsApp te vieren in een groepsgesprek. Want volgens mij praten mensen dan meer dan in het echt. Nee, oké, fopje. Maar als je je WhatsApp-vriend een keer in het echt ziet, zorg er dan voor dat je alle aandacht aan hen hebt en niet constant op je telefoon zit te kijken. En ja, dat betekent misschien dat je WhatsApp-vrienden niet binnen 1 minuut een berichtje van je terugkrijgen. Maar ja, dat waren ze dan, de 10 geboden van WhatsApp. En als jij nou vrienden hebt die hier iets van kunnen leren, doe dan even een duimpje omhoog, maar vooral deel deze video. Zet hem op Twitter, zet hem op Facebook, zodat je vrienden hem, ja, per ongeluk zien en er dan misschien iets van opsteken. Dan gaan we er samen voor zorgen dat iedereen zich een beetje beter gaat gedragen op WhatsApp. Ik heb een click-to-tweet linkje in de beschrijving staan, dus als je daarop klikt, kan je hem heel makkelijk tweeten en anders kun je deze link gewoon even kopiëren en op je Facebook of Twitter zetten. Kun je nou geen genoeg krijgen van de 10 geboden, dan heb ik nog 2 andere video's voor je. Klik hier om naar de 10 geboden van Snapchat te gaan of klik hier om naar de 10 geboden van Instagram te gaan. En tot slot, laat in een reactie achter waar de volgende 10 geboden over moet gaan. Want jullie hadden heel veel WhatsApp aangevraagd, dus maak ik 10 geboden over WhatsApp. Maar ik ben heel benieuwd waar jullie nog meer 10 geboden over willen zien. Nou, hey, dit was het. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie jullie heel graag volgende week Thursday weer. Doei! Finally, serious! I got it!